Mijn werkdag hier begint van 8:15 tot 4:15. En dan kijk je 's morgens op de dagindeling waar je staat, bij welk specialisme. We doen gemiddeld, denk ik, zo'n 6 patiënten per dag. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van de operaties die zo'n patiënt moet ondergaan. De ene operatie duurt 20 minuten en de andere duurt weer 3 uur, misschien 1 uur, 2 uur. Dat is heel verschillend. Daarbij draaien we dus ook onregelmatige diensten. En dat houdt hierin dat je begint om 12 uur 's middags, werkt tot 7:30 's avonds. Dan ga je lekker naar huis, maar je bent wel bereikbaar tot de volgende ochtend 7:30. Dus als 's nachts je wekker gaat om 3 uur of je telefoon om 3 uur, dan moet je eruit en dan moet je als een rustig aan naar het ziekenhuis rijden. Dit vak biedt ook heel goed de mogelijkheid om dus 4 dagen te werken, 3 dagen te werken. Parttime is meestal eigenlijk helemaal geen punt. Er werken hier ontzettend veel moeders en dat is altijd wel een mouw aan te passen. Ja. Dan drukt u op de, dan gaat u terug op de knop van op stap met de directie. Nou, en daar vindt u de filmpjes van Harry Luik. Ja. Ja hoor, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen.